doet, hebben we de berm ingezaaid op twee verschillende plekken. Ongeveer samen iets van 250 vierkante meter. Tot 300 ongeveer. En die hebben we ingedeeld in verschillende vakken, zodat je met verschillende bloemenmengsels is ingezaaid. Dus allemaal met inheemse bloemenmengsels voor insecten, bijen, vlinders, hommels. Nou, zes verschillende soorten mengsels gedaan die erin zijn gezaaid. En ja, goed, dan kunnen we in de loop van het jaar ook zien welk mengsel het beste gedijt op deze grond onder deze omstandigheden. En zodat we dat nog eens een keer weer doen, dat we dan eens kunnen zeggen, nou, dit mengsel gaf het mooiste of het beste resultaat. En dan kunnen we daar het jaar daarna weer, ja, ook weer wat mee in gaan zaaien. Ik ben hier al vanaf 2013 hebben we al wel stukken ingezaaid, zeg maar, waar eens gras was. Waar we met een frees eroverheen zijn geweest, al met een spitmachine. En hier hebben we vorig jaar zijn die schuren gesloopt. En dat hele stuk van ongeveer, nu is het ongeveer 3.000-4.000 meter, wordt ook jaarlijks ingezaaid. In het voorjaar is het zwart gemaakt. En dan wordt het ook ingezaaid met ook met een bijenmengsel. We staan hier zelf, van onszelf hebben we bijen. Ik heb 5 of 6 bijenvolken door het jaar heen, zeg maar, hier staan. En het zit ook, zeg maar, allerlei hommels en vlinders, is van alles op te, ja, op te vinden, zeg maar, op de bloemen. Mijn vader heeft nog van vroeger uit, heeft hij nog geleerd, de grote stukken werden met de hand ingezaaid, met knollen en dat soort dingen. Dan is het bij de ene pas grijp je een hand vol en met de volgende met het andere been dan gooi je al. En dan ben je weer met je eerste been en dan heb je weer een hand vol en dan gaat het eigenlijk in een vast ritme door, in een bepaalde tred. Ja, heb je er eigenlijk helemaal een systeem in zitten. Ja. Bijen hier halen die naar bekenden die kopen hem wel eens wat. En hier in het rustpunt waar dan fietsers en wandelaars langskomen, dat staat hier dan en er staat een potje waar je het geld in kunt doen en dan dat gaat dan automatisch altijd goed. Ja. En jouw vrouw maakt ook jam? Ja, ook mijn moeder die van oudsher al wel, mijn oma, vroeger maakte iedereen wel jam en appelmoes en dat soort dingen. Mijn moeder deed het ook vaak en mijn vrouw doet het ondertussen ook. Ja.